Ik heb het niet alleen gedaan, ik heb het samen gedaan met de dochter van Johan Haanstra, Marthe Koning. We staan hier in de ruimte, dus een aparte kleine ruimte, van vader Volkert Haanstra senior. Dit wandje is een heel mooi wandje van zijn werk. Hier hangt een schilderijtje dat heet Treurbomen. En dat is in het bezit van Museum de Belvedere in Heerenveen. Volkert was eigenlijk onderwijzer, maar is met vervroegd pensioen gegaan en werd toen schilder. En drie van de jongens hebben dus het schilderen gekozen. Waarvan Bert Haanstra vrij snel gestopt is in 1946 en een bekende cineast werd. Een goede schilder begint bij het begin, figuratief. En eens abstract beginnen te schilderen bestaat niet. Bij Johan kun je het heel mooi zien, dat verloop. Hij is begonnen met portretten. Dit is een portret van de cobra-schilder Theo Wolvenkamp. En daarna zie je dat hij langzaam verandert en dat hij abstracter wordt. Hier staan we bij de werken van Bert Haanstra. En ja, hij is natuurlijk niet alleen bekend van zijn schilderen. Nee, maar net als alle anderen van de Haanstra's is hij ook begonnen als schilder. Hij had een atelier in Amsterdam, maar hij heeft hoofdzakelijk geschilderd in de oorlogsperiode en net daarna. Hoofdzakelijk portretten. En in 1946 is hij gestopt. Dit haarkammende meisje is eigenlijk het laatste schilderij wat hij gemaakt heeft. Maar je kunt zien, het was een rasschilder en hij wist hoe je een goed portret moest maken. Waar ik zelf enthousiast van ben, is dit meisje. Meisje in een matrozenpakje. Als het over Haanstra gaat, gaat het meestal over de filmer Haanstra. Maar het schildersgedeelte wist men eigenlijk weinig van. En vandaar dat we ook dat boek hebben gemaakt. Om die geschiedenis van die schilderkunst een beetje onder de aandacht te brengen. Omdat het kwalitatief hele goede schilders waren. En die hoor je te zien. Volkert junior, de jongste zoon van de Haanstra's. En Volkert junior heeft ook eigenlijk zijn hele leven geschilderd. Heeft ook een leuke ontwikkeling doorgemaakt. En we zien hier een aantal schilderijen. Dit is een vrij abstract schilderij. Dit heet de S. Dat vind ik zelf een mooi doek. Maar Volkert heeft ook heel veel monumentale werken gemaakt. Die hier natuurlijk niet hangen, want die hangen in allerlei gebouwen. Hoofdzakelijk in... Ja, hij heeft veel mozaïeken gemaakt. En dan geen kleintjes, maar soms ook hele grote. Ik zal u straks een foto laten zien van een heel mooi mozaïek in Emmen. Maar hij maakt ook heel veel wandschilderingen. Dit is een hele grote mozaïek die hangt in Emmen, bij de gemeente Emmen. Ik heb de laatste 25 jaar heel veel tentoonstellingen gemaakt. En ook hier in Hof 88. En dit vind ik de mooiste kunstzaal van Twente. En daar mag Almelo trots op zijn. Het is een uitermate mooie tentoonstelling. Wetende dat Henk Lasje en Marthe Konings daar jaren mee bezig zijn geweest. Het is een tentoonstelling die echt van hoog niveau is. En dat die hier in de kunsthal gepresenteerd wordt is natuurlijk geweldig. En zeker in deze lastige tijd.